Deze aflevering van Praten met Dalfsen is mede mogelijk gemaakt door Café Restaurantzalen Kappers de Honehorst. Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier, gastvrij sinds 1860. Ik reis door de gemeente Dalfsen en ik zoek ze op. De mensen met een mooi verhaal of met een leuke job. Vandaag spreek ik een man die is al bijna 100 jaar. Het is Doris Broeks uit Honos, levenslang een steunpilaar. Maar nou is het dus, toen kwam de ruilverkaveling en toen moest de boerderij noodgedwongen eigenlijk gestopt worden. Ja. Hoe was het? En die woonde zelf ook nog. Ja. Dus hoe was dat voor u? Ja, ik was er niet blij mee. Nee. Ik kan niet wezen. Ik had nog een mooie vrije loop. Ja. En ik kon nog mooi helpen. Door zeg maar invallen en zo. Dus, Maar goed, ik ging me naar de toekomst kijken. En Leo moest met verder. Nou, hij had verder een mooie plek. Ja, maar toen eerst het iets, zeg maar, en toen kwamen we in, er was geen grond meer hier op Noorders, om een huis op te zetten, dus, en ik kwam terug. Toen deed ik erin. Ja. Dus, maar omdat de burgemeester zat ook nog bij die achter, omdat ook bewezen heeft dat ik ook in die ruilverhalende commissie zat. Hmm. En toen ben ik dus hierin terecht te komen. Hmm. En de volgende mensen gingen altijd nog naar huis toe en kalverwetten. Ja. En dingen door. Nou, en dan ging ik bij huis, dan ging ik dan dit in 9 uur zo een keer brood eten. Ja. En als er dan wat te doen was, gewoon brummen. Ja. Gewoon in werk. Toen heb je heel erg gefietst. Ja. Ja. Dus ja. En dat land aan de overkant, hè, dat is nu allemaal natuurgebied. Ja, allemaal. Ik snap niet. Ik sprak ooit iemand die zegt van als mijn opa die grond allemaal ontwikkeld heeft en met een schuppen rummen spit heeft. Nou, als hij dat zou zien, dan zou hij de troon in ogen springen. Maar. Ja, is ook zo, ja. Ja, nu ziet hij, ja, echt waar. Het is allemaal, en ik snap niet hoe snel dat gaat. Ja. En nu ziet hij, stukken grote ponden Russen. En dan zit nu al hoog op van dikke, armdikke. Maar die grond aan jullie ook ben je gekocht, of aan jullie die ook zelf, aan hoe waren die ook al die grond ontgonnen? Ja. Maar was er altijd al zandgrond of was dat? Nee, het was altijd, ja, nee, ze toen kocht, toen kocht is ze stond op als moeras. Dus het was vrij leer door. Ja, dat is altijd al. Maar daar kwam natuurlijk ook, er was ook geen goede ontwatering, was dat ook niet. Nee. En later is die ontwatering, die sloot met verbeterd en toen, een nat behalve dan natje worden. En nu nog wel overal, nog wel land, zeg maar, wat nog wel, hoe je nu ook niet moeilijk op kon komen. Mm. Maar toen was toch goed bewerkbaar. Mm. Toen ik later een keer diep loop kroeg, en werd die geëgaliseerd, de eerste druk. Ja. Ja, dat was goed bruikbaar land. Maar je hebt wel mooi zien dat het boeren hoor, in die jaren, ook jaren 50 en 60 enzovoort. Ja. Ja? Ja, het is alleen het bewerkelijke van is zeg maar, dat je altijd met een koen van huis moest. En hij een koen bestaan, maar dat kon toch wel, maar ik had ook nog langs bij de schoeling. Bij de Emmer School, daar lag ook nog 2 bunden. Hmm. En dat, en dat was een herfste koen, zeg maar, de herfste. En dan moest van de weg de koen allemaal in de auto en dan door en riem. En dan, Hendrik van de weg, hebben we Hendrik van de weg, ja. Dat was een goede kennis van u, hè? Ja, ja. En ik was, waren we altijd groot met en dingen doen, ja. Toen ging je wel die nog meer koffie drinken? Ja, ja. Van alles mee. Ik ben geweest met Hendrik en later toen ik hier voor gewoond. En als Hendrik aan zei, ik zeg maar hoe of wat, en zei, gooi met, dan ging ik met hem met. Maar Hendrik ging ook maar vaak op de schadden. Ik kom weer een keer, nu word ik zo'n verkoop door een.
En doet er door in de buurt. Dus, nou ja, ook bij Kikkenwest en zo. Ja. En zulke dingen. Nou, ja. Vaak met elkaar met ze. Dus, ja. 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 Maar een grote vriend van ons. En ik mens, ja, ik heb ontzettend mist. Ja. Ja. Hoe is dat je een vriend nikker bent? En hij natuurlijk heel veel mensen die je kent hebt en goede kent hebt, die leeft niet meer. En men zegt altijd van, ja, dat levert een soort eenzaamheid op, maar ervaar je het ook zo? Ja, nou, nee, dat mag ik echt niet zeggen. Dat, en weer pas een weekend achter, een familieweekend achter de rug. En dan, nou, dan is dat, weet ik wel, bijna zo'n dikke 40 man. En dan is dat drukte en de dingen zo, en dan gooi je bezig en dan kom je, zeg maar, de vriendenzaal begint het meestal, en de zondagmiddag gewoon nieuws. Dan kom je nieuws. En dan, dan is het wel dadig als je stilte dan hebt. En het is allemaal druk geweest. Ja. Het is wel dadig als je stilte hebt. Maar dan heb je ook weer, dan mis je ook die contacten weer. Ja. Dan is het een stukje eenzaamheid. Ja. Dus zo ligt het allemaal zo kort bij elkaar. Ja, ja, het gaat in balans. Ja, ja. Maar je hebt een heleboel goede. Ja, goede vrienden van vroeger. Oh ja, ik heb leeft allemaal niet meer. Dus, ja. Dus een kringetje aan leeftijdsgenoten wordt steeds kleiner. Ja. Ja, en om morgen van die van allemaal goed, hè? Ja. Het is gewoon zo. Ja. Wel, zeg maar. Ja, en die jeugd, ja, die. En jongen die toen, wat toen vroeger jeugd was, of nog een stuk jonger waren en zo. Die hebben nu wel weer mensen van 75. Ja. Die gooit ook weer koersbal. Ja. Die kom je op de koersbal weer tegen. Ja, die kom ik zo weer tegen, ja. Ja, juist, ja. 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 Je hebt ook, ik denk dat je een heleboel mensen kent ook, want je bent bijvoorbeeld, weet ik, 68 jaar lid geweest van het kerkkoor. Ja. Hè? Ja. Hier gewoon nog, 68 jaar. Ja. En die moesten eigenlijk stoppen omdat je de muziek niet meer kon zien, ja. Niet meer lezen. Ja. Maar 68 jaar, dat is elke week oefenen, denk ik, of wel in ja, zondag? Elke week, ja, elke week heb je repetitie. En hij dan vaak ook nog Bejan, de binnenhorst, waar hij in het geval waar je plattelander bent, die niet in loondienst bent, de rouw en trouw in de werk. Ja. En was, dus in woorden is hij niet zo druk meer, ja, nog wel, maar trouw niet meer, dus... Ik bedoel, dus hij heeft vaak in de wekker een keer hem moeten. Ja, ja. Als hij dus voor u kwam. Ja. En dat duurde meestal aan de deur dan, zeg maar. Ja, de werd erbij. Ja. Maar bij ons waren dan altijd zum. Dus moest je altijd, en de organist moest ook altijd weer. Dus met die dingen. Dus hij is ook nog. Ja, daar ook werkt. Je bent gewoon heel jong begonnen, nou, nog maar net in de 20 eigenlijk. Ja, ben je het herenkoor hier naartoe? Ja. En dat deed je dan totdat je, ja, tot 89. Nee, ja, 89, ja. Al die jaren, elke week. Ja. Is niet te tellen. Nee, dat is niet te tellen. Ontelbare noten. Ja, nee, dat is. En sommige liedjes die jij duizenden keer zingt. Ja. Maar dan kreeg ik nog een heleboel kennis en gekend van de... Ik had nog een voorzitterwijs, ook nog voorzitterwijs van Sibeko. Nee, Koveko. Mm-hmm. Ja, plaatselijk afdeling. Ja, ja. Plaatselijk afdeling. Koveko, wat was dat? Koveko, dat was Vega. Vee. Zeg maar, Koveko, die zou zeg maar, Koveko had toen ook slagerijen en alles. Zeg maar, slagerijen nam die ook. Ja. En zeg maar, en dat was, nou, dat was gewoon, zeg maar, vee opzet. Ja. Maar wat deed je dan lokaal als afdeling? Lokaal als afdeling? Nou, dat doe je niet zo lang. Dat was geen drukke baan. Dus, maar je ontmoet nog de vergadering. Had je wel iedere keer dan die, bij je spreken, zeg maar, hoe het zat, in de handel zat en ja. Zo. Dat niet allemaal? Ja, nee, maar dan word je ontmoet niet al die weer mensen. Ja. En die mensen die kwamen dan. Ja, zoals Meiling uit Gramsberg en dingen zijn. Dan had je een keer een centrale vergadering. Hoe heet het? Bij Achterom, die kende ik ook zo goed. Wermelink en Hesseling. Ja. En zo door de keer. En later met de vergadering met
van de coöperatie Salland, die was wel intensiever. Wij geregeld eigenlijk op elke maandag op vergadering was. Daar was je ook in bestuur van, hè? Daar was ook bestuur, ja. Daar was ik secretaris van. Van de coöperatie Salland? Coöperatie Salland. Dat was een veevoedercoöperatie? Veevoedercoöperatie, en die was een coöperatie die samengevoegd was, zeg maar, door Van Vulsen, Honers, Dalsen. Wat zijn meer weer? Zwolle zelf, de Humstenzorg. Ja. Ja, en door een boel. Dat was nog wel een boel. Ja, en dan was de. Hoe de dingen zaten ook bij, Kappen zat er ook nog bij. Daar had je ook nog geleefd aan. Dat was wel een drukke klus. Ja, dat was wel een drukke klus, ja. 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 En wat deden jullie dan? Hij ook nog wel. Ja, er gebeurde ook nog wel. Ja, je het beleid voeren, het bepaalde, ja. Zeg maar, van het beleid. Waar, ja. Wat, maar dat is allemaal opgehouden in grotere eenheden. Ja, dat is allemaal weer opgehouden in grotere eenheden. Ja, die firm. Ja. Maar ik weet niet, dingen opgehouden, ja. Maar het was ook wel gezellig, denk ik, of niet? Ja, ook wel. Zeker in de, ja. In de vroegere, want wanneer wij door secretaris van? Dat is alweer een tijdje geleden. Goh, ik zou geen idee weten wat voor jaren dat ze er wisten. In ieder geval nog in de gezellige jaren, dat zou ik zeggen. Ja, ik zou zeker nog, ja. Ja. Ja, elkaar nog kennen dat er nog. Ja, die zijn ook al boerwijn en alles, hè? Zeg ik, ja. Ja. Nou, ik denk het echt, zeg maar. Misschien. Is in de jaren 80 geweest, zeg ik, 80, 90. Ja.